Zoals gezegd hebben wij optioneel onze lithium-accu. Inderdaad, de prijs is 2-3 keer zo hoog als eigenlijk de lood, maar het heeft ook echt een aantal voordelen en het is zeker de moeite waard. De levensduur is inderdaad ook 3 tot 4 keer langer dan een lood-accu. Dus eigenlijk op het einde van de rit is het financiële verschil niet heel erg groot. Het gewicht is de helft minder, dus op de hele wagen scheelt er 200 kilo, wat het rijcomfort enorm verbetert. Voor bedrijven zitten bijvoorbeeld een aantal subsidies op, dan kan het financieel zeker interessant zijn en is het op de lange duur goedkoper zelfs dan de loodaccu's. En inderdaad, door die prijs zit ook een 2-jaar garantie en op een loodaccu zit altijd 1-jaar garantie. Dat zijn eigenlijk in basis de grootste verschillen tussen lood en lithium.